Welkom bij NL Lifestyle. Vandaag heb ik Janno Ken bij me. Welkom Janno. Dank je. Even uitleggen. We hadden een Spring Lifestyle event. We hebben daar wat geld opgehaald. En het was bestemd voor de Cystic Fibrose Stichting. En ja, jij bent Janno, maar jij bent ook... CF-president. Ja. Kun je me er iets meer over vertellen? Ja, dat kan ik. CF, cystic fibrosis, is in de volksmond taai slijmziekte. Ja. Overal in het lichaam is bij ons patiënten slijm taai. Ja. Waardoor de bacteriën vastgehouden worden. Daardoor ontstaan ontstekingen. Dat herstelt wel, alleen blijft er littekenweefsel achter. Zodoende verbindt weefselen de organen en neemt de functie steeds meer af. Ja, ik weet ook uit privébronnen. Dat eigenlijk in het verleden was het de toekomstperspectief was heel laag. Ja, dat klopt. En 20 zeiden ze destijds, maar volgens mij ben je iets ouder. Ja, mijn generatie en met mijn genetische mutatie, iedere CF-patiënt heeft een andere genetische mutatie. Ja. Bij mij is dat in ieder geval de feiten daarbij dat meer dan de helft die haalt de 30 niet eens. Nou, en ik ben inmiddels 44. Potverdorie. Ja. Dat is wel cool. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, maar hoe ziet jouw dag er dan uit? En hoe komt het dat jij toch ouder bent geworden? Ja, ik heb natuurlijk hele goede mensen om me heen. En dat is heel fijn, maar ik werk er ook keihard voor. Ja. Dus je moet denken dat ik 3 tot 4 uur per dag bezig ben met longtherapie, met sporten, met voeding. En ja, voeding is ook één hele grote belangrijke pijler. Ja, daar kun je misschien wel iets meer over vertellen. Want, Nou ja, je noemde al het lifestyle event wat dan georganiseerd werd door Biuna. Ja. En mijn vrouw is kapster. Ja, jullie zien haar niet, maar ze staat erachter. Ze staat achter mijn camera vandaag. Maar zij is kapster en via een vaste klant van haar zijn we bij Biuna terechtgekomen. Maar wij kennen dan degene die Biuna heeft opgezet al veel langer. En hij heeft vroeger topsporters begeleid. En zodoende is hij mij gaan begeleiden. En ik was toen 30. Dus ik ken hem al 14 jaar. Want je zou inderdaad kunnen zeggen dat jij topsport bedrijft. Ja, ik ben, daar ben ik echt het hardste mee bezig. En mijn lichaam ook zelf. Ik bedoel, mijn lichaam die moet zo hard werken om normaal te kunnen functioneren. Dus dat is al een topsport op zich. Ja, en die Cystic Fibrose Stichting, waar het geld voor is opgehaald, we hadden een actie op die dag. Ja. Dus iets meer dan 800, even zo snel opgehaald, dus dat was toch leuk. Ja. De NCFS, ja. Wat doet die zoal? Nou, heel recentelijk is in ieder geval de Orkambi, dat is een nieuw medicijn voor CF-patiënten. En dat is dan... ook voor mijn mutatie waar ik het daarnet over had. Dus dat is nu voor heel veel in het nieuws, omdat het medicijn niet wordt opgenomen in het basispakket. Nou zijn er andere landen waar het al veel langer wel wordt voorgeschreven. Heel veel CF-patiënten hebben daar gigantische successen mee. Dus wij zitten ook echt te wachten totdat we het eindelijk kunnen gaan gebruiken. Dan moeten we nog even wachten op een nieuwe regering misschien. Misschien wel, ja. Er wordt wel hard aan gewerkt. Ja, en dat die stichting die zet zich daar ook voor. Ja, de NCFS is echt een van de meest actieve stichtingen die zich inzet voor de patiënten op ieder gebied. Nou, dan zijn we blij dat dat geld naar die stichting is gegaan. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. En we hebben het vertrouwen dat het goed besteed wordt. Ja. En ik hoop dat ze ook zien, want jij hebt de check aan hun overhandigd. Ja. Dus dat is hartstikke gaaf. Ja, dat vond ik een mooi moment ook. Ja. En meestal, ik sluit altijd af met de vraag van, heb je een gouden tip? Ja, heb ik heb wel een gouden tip. Gouden tip. Dan mag je in de camera, mag je hem zeggen. Nou, mijn gouden tip is, ik ben altijd positief. Ik denk nooit negatief. Ik heb de volste vertrouwen in alle mensen om me heen. Ook in de medische, mijn medische arts. En ik denk nooit, dat komt niet goed. Hoe ziek ik ook ooit ben. Ik denk altijd, het komt goed. En ik denk altijd positief. Nou, ik denk een prachtige afsluiting is. Dankjewel, Janno. Heel graag. Ik vond het mooi dat je er was. Ja, dankjewel. Oké. Okay.